Deze week ben ik de gast bij Zapp Live. Zo is die boom van Hip voor Nop. Wat ik in de uitzending heb gedaan, dat doe ik nu ook hier. Dus even een lekkere flinke schep. Kijk, en niet bang, plots, plots. Even lekker wapperen. Oh my god. Oh my god. Motherfuckers wanna get famous. Bus guns that get dangerous, dangerous. I graduated from Cambridge, yeah. Money talks and everything. Het is weer zover. Tijd voor een nieuwe video. En vandaag staat er iets spectaculairs op het programma. Deze week ben ik de gast bij Zapp Live. Zo is die boom van Hip voor Nop. Vandaag ga je ons iets leren in de les handvaardigheid. Ja, ik ga even wat tips geven hoe je deze quarantainetijd toch nog een beetje hip voor de dag kan komen. Oké. Wat ik in de uitzending heb gedaan, dat doe ik nu ook hier. Zodat je het op YouTube altijd kan terugkijken. Wat we hiervoor nodig hebben is eigenlijk gewoon een oud wit t-shirt. Mocht je die nou zelf niet op de plank hebben liggen, pak er dan gewoon een van je vader, je moeder, je broertje, je zusje. Ik ben even op zoek naar een oud wit t-shirt. Ik heb er een gevonden. En deze is absoluut niet van mij. Deze is van mijn vriend. Hij vindt het vast niet erg als ik deze even van hem leen. Hij krijgt hem wel weer terug. Maar gewoon net iets anders. We leven in quarantaine. We kunnen eigenlijk niet de deur uit. Dus willen we ook niet naar de winkels om stofverf te kopen. Maar daar heb ik een hele leuke oplossing voor. Je kan namelijk ook verven met natuurproducten. Het kan zijn dat je deze natuurproducten niet in huis hebt. Dan kan je die alsnog halen bij de supermarkt. Mocht je ze nou wel in huis hebben, doe dan vooral lekker mee. Welkom bij de grote quarantaine knutselshow. Dit is de enige knutselshow waar iedereen thuis in quarantaine aan mee kan doen. We gaan vandaag een oud wit t-shirt oppimpen. En dit doen we op een hele bijzondere manier. We gaan namelijk dit t-shirt verven. En dat doen we niet met verf. Nee, dat doen we met natuurlijke producten. Bietjes en kurkuma kruiden. Heb je nou geen kurkuma kruiden in huis, maar wel currypoeder, dan kan je het daar ook mee proberen. We gaan dit t-shirt niet gewoon verven. Nee, we gaan het op een dye-and-dye manier. Ik heb dit al een keer eerder gedaan bij Hip voor Nop. Dye and dye klinkt misschien heel ingewikkeld, maar eigenlijk betekent het gewoon dat ik de stof ga afbinden met touw. En waar ik hem heb afgebonden met touw, daar kan geen verf komen en dan krijg je dus een heel mooi patroon. Om dit t-shirt te verven hebben we toch behoorlijk wat spullen nodig. Allereerst een t-shirt en natuurlijk de bietjes en de kurkuma. 2 bakjes waar je de mengsel straks in kan doen. Een spateltje, een schaar, wat touw. Daarnaast heb je even een bak met water nodig of een kraan. Ik gebruik een blender. Je kan ook een staafmixer gebruiken of gewoon heel goed prakken met een vork. Stap 1. Zodat de verfmengsel goed blijft zitten, maken we een t-shirt eerst nat. Ik heb hiervoor een bak met water staan, maar je kan hem natuurlijk ook even onder de kraan houden. Wring hem daarna even goed uit. Even lekker wapperen. Dat hij weer een klein beetje wat droger wordt. De tweede stap is om het t-shirt te gaan samenknopen. En wat je daarvoor moet doen is, je pakt een puntje van het t-shirt en ik begin die te draaien. En dan zie je eigenlijk al meteen dat hij in een soort twist komt. En ik draai hem net zo lang door tot mijn hele t-shirt is opgerold. Nu heb ik er een klein pakketje van gemaakt. Maar om te zorgen dat dit in het water nou niet loslaat, bind ik hem helemaal vast. En dat doe ik met touw. En dat is altijd even een gepruts. Ik schuif meestal het touw eerst één keer een beetje onder mijn pakketje door. Daar maak ik vast de eerste knoop. Je mag hem ook best wel stevig aantrekken met het touwtje, zodat het echt niet los kan laten. Dan maak ik er even een hele stevige knoop in. En dan ziet mijn pakketje er nu dus zo uit. En aan de onderkant kan je zien dat er echt die spiraalvormen in zitten. Oké, het t-shirt is afgebonden en nu is het tijd om de verfmengsels te maken. Ik ga beginnen met het kurkuma mengsel. Even een lekkere flinke schep. Kijk, hup, ben niet bang, gooi het er gewoon in. Plots, plots. Alleen met poeder kunnen we natuurlijk niet verven, dus het moet een soort drapje worden. En daarvoor gebruik ik kokend water. Ik giet er vast een klein beetje bij. Dat roer ik eerst even door totdat het echt een lekker papje is. Ik vind het echt leuk, een soort heksenpapjes maken. Ik giet er nog even wat bij. Ik heb nu mijn kurkuma mengseltje klaar en ik wil mijn t-shirt met 2 kleuren verven. Een beetje het roze van de bieten en het gele van de kurkuma in één shirt krijgen. Dus ik doop nu niet mijn hele shirt er in één keer in, maar ik laat hem ongeveer tot de helft in het mengsel zakken. Ik laat hem even lekker badderen. Kijk, je ziet al wel echt dat hij al heel geel wordt. Dat is wel echt heel cool. Dit kan even mooi in mijn t-shirt trekken. En ondertussen heb ik tijd om vast de bietenverfsapbad dingen klaar te maken. Dus deze zet ik even aan de kant. Het volgende verfbadje wat ik ga maken is met bietjes. Dit zijn hele bonke bieten nog. En ik wilde er natuurlijk een soort verfpapje van maken, dus ik dacht, Ik gooi allereerst even die bietjes in de blender. Bietjes geven altijd heel erg af, dus pas een beetje op met je kleren. Zo. Het is in ieder geval een goede prut geworden. Het is wel best wel een stevige brei, dus ik ga er nog even ook wat kokend water bij gooien. Wow. Deze bietendrap doe ik even in een ander bakje. Even het andere deel erbij pakken. Nou, dit ziet er al niet verkeerd uit. Het onderste deel heeft nu een tijdje in de kurkuma getrokken. En zoals je kan zien is hij echt best wel geel geworden. Voordat we verder gaan is het altijd wel handig om eerst even deze kleur een beetje uit te spoelen. Dus ik ga hem vast even in mijn bak met water houden. Zo. Zoals je kan zien is de kleur nog steeds goed blijven zitten. Dus dat is natuurlijk super fijn. En nu ga ik het onderste deel in mijn bietenmengsel hangen. Plop. Ik laat hem nu even een tijdje zitten, zodat de kleur goed in het t-shirt kan trekken. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Het is echt heel lekker. Deze ook lekker? Nee, die is niet zo lekker. Deze wel. Oké, hij heeft er nu een tijdje in getrokken, dus ik denk dat het tijd is om hem uit te gaan spoelen. Ik zal eerst even de grootste derrie er vast afschrapen. En dan nu in mijn waterbadje. Ik heb hem uitgespoeld en dit zijn nu de twee kleuren. En eigenlijk vind ik ze echt super leuk bij elkaar. Maar ja, je kan pas echt het eindresultaat zien als ik nu ook de touwtjes ga doorknippen. Dus dat is de volgende stap. Spannend! Oké. Wauw! Oh my god! Oh my god! Oh wauw! Och! Hij is zo mooi geworden. Ik had echt niet verwacht dat die kleuren zo goed zouden pakken. Dit is echt wel beter gelukt dan dat ik überhaupt had durven hopen. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Nou is het natuurlijk wel zo dat het shirt is geverfd met natuurproducten. Dus de kleur zal er niet heel lang in blijven zitten. Stop hem vooral niet in de wasmachine, want dan ben je natuurlijk meteen alle kleuren kwijt. Maar voor knutselen in quarantaine met spulletjes die je gewoon in huis hebt, vind ik dit wel echt heel goed gelukt. Ik hoop dat het bij jullie thuis net zo goed lukt. Ik ga hem even mooi in de zon laten opdrogen. En dan heb ik een heel hip quarantaine shirt. Lijkt het nu alsof ik hem aan heb. Vond je dit nou een superleuke video en wil je ook graag zo'n t-shirt maken? In de beschrijving hieronder zet ik wat je daarvoor nodig hebt. Als je hem gewoon heel erg leuk vond, like hem dan even en abonneer je op mijn kanaal. En dan zie je de volgende week weer wat voor spectaculaire dingen we in deze quarantaine tijden weer kunnen gaan doen. Tot volgende week!